wat die jongens meegemaakt hebben. Nee. Die hebben voor de Papua gevochten. Die jongens die voelden heel erg bezwaard. Als ze vonden dat ze de Papua in de steek gelaten hebben. En dat vind ik niet. Ik heb de Papua niet in de steek gelaten. De regering. Herdenken is ook een moment van bezinning. Omdat wij niet vergeten wat er op dit moment plaatsvindt in West-Papua. U weet dat ik elk jaar bij deze herdenking aandacht vraag voor de genocide, CQ uitroeiing van Papua's in West-Papua, wat er heden ten dagen nog steeds op grotere schaal plaatsvindt. Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Jarenlang is er geen reactie geweest van de regering aangaande de genocide in West-Papua. Mensen kunnen roepen dat Nederland als kolonisator niets te zoeken had in Nieuw-Guinea. Dat ons koloniale verleden fout was. En natuurlijk, in deze tijd zouden we het niet meer willen om een ander land te koloniseren. Maar als ik een encyclopedie pak en ik ga zoeken op de trefwoorden Papua en Nieuw-Guinea, dan lees ik dat Nieuw-Guinea in etnologisch opzicht hoort bij Melanesië. En dat de Papua-bevolking het meest verwant is aan de Australische Aboriginals. Waarom moesten zij dan tot een Aziatisch land gaan behoren? Wat ik nu gezien heb de laatste jaren dat ik er geweest ben, krijg ik steeds meer bewondering voor de Papua, hoe ze toch nog terugvechten. Terugvechten voor hun eigen bestaan. En daar sta ik achter. En ik denk, wat jij zegt, met de kennis wat jij nu net vertelt, dat moeten we doen. En ik denk dat alle veteranen erachter staan. God, God, God.